In deze videobite ga ik je laten zien hoe je je batterijniveau van je iPhone het makkelijkst kunt beheren. Daarmee bedoel ik dat je een aantal dingen kunt doen zelf om te voorkomen dat je batterij te snel leeg gaat. Allereerst kan het handig zijn om je batterijpercentage te kunnen zien. Hier rechtsbovenin zie je dat batterij-icoon, maar het is eigenlijk nooit helemaal precies duidelijk hoeveel procent van het batterijvermogen er nog beschikbaar is. Toch kunnen we dat tonen door eerst naar instellingen te gaan. En dan scrollen we een klein beetje naar onderen, naar algemeen. En dan tikken we op gebruik. En dan hier onderaan kun je aanvinken dat je het batterijpercentage wilt zien. Dat doe ik. En dan zie je rechtsbovenin zie je een percentagegetal naast je batterij-icoon verschijnen. En daarmee kun je dus heel handig zien van hoeveel procent batterijvermogen er nog beschikbaar is. Je kan ook in de instellingen een aantal dingetjes doen om te zorgen dat je batterij zoveel mogelijk energie heeft. Het eerste wat je altijd kan doen is, als je van huis gaat, is je wifi uitzetten. Als je nou niet binnen bereik bent van een bekend wifi-netwerk, dan zal je iPhone blijven zoeken naar een wifi-station. Zet het dus uit als je van huis gaat of als je wifi niet gebruikt, want dat scheelt enorm veel batterijduur. Ook dingen als Bluetooth en dergelijke kun je eigenlijk het beste zoveel mogelijk uitzetten, zodat ze ook geen extra batterij vergen. Ook dingen als persoonlijke hotspot gewoon uitzetten als je het niet gebruikt. Maar nog een andere handige die weinig mensen weten is dat je in algemeen, onder instellingen en dan onder mobiel netwerk, kun je ook het 3G gebruik uitschakelen van je iPhone. Dus als je bijvoorbeeld niet per se het snelle internet nodig hebt, zet hem dan uit. Als je 3G uit hebt staan kun je nog wel gewoon gebeld worden, maar op deze manier doet je batterij er wat langer mee. Ook kan het heel erg helpen door de apps die hier in je berichtgeving staan, in je berichtencentrum, om die zoveel mogelijk te beperken. Stel je wil bijvoorbeeld een app niet in het berichtencentrum hebben, dan hoef je hem alleen maar hier aan te tikken. En je zegt dat hij niet in het berichtencentrum mag verschijnen en ook geen meldingen mag geven. En als je dat doet, zal de app veel minder batterij gebruiken. Nog een ander handigheidje is, als je veel gebruik maakt van e-mail, is onder e-mail contacten en agenda's in instellingen, om daar dan hier bij nieuwe gegevens, bijvoorbeeld te zeggen dat je gegevens ieder uur moeten worden gecheckt of ieder kwartier. Maar hoe minder vaak je dit laat checken, hoe langer je batterij meegaat. Dus dat is ook een handige tip. En let tenslotte natuurlijk ook op welke apps je draait. Stel je bent gewoon een weerbericht aan het bekijken in een app, dan zal je iPhone veel minder batterij verbruiken dan dat je bijvoorbeeld iets heftigers aan het doen bent, zeg maar. Je moet ook bedenken dat hoe meer jouw iPhone moet werken, als je veel video's kijkt of veel audio luistert, dan zal ook je batterij minder lang meegaan. En bijvoorbeeld helemaal als je een spelletje zoals dit aan het spelen bent, wat grafisch nogal veel vergt, dan zal het natuurlijk helemaal snel leeggaan. Dus denk daar vooral aan. Maar ook als je bijvoorbeeld klaar bent met het spelen van een spel op je iPhone en je bent gewoon andere dingen aan het doen, zorg dan dat je even via het snelmenu, dus dubbeltikken op de homeknop, dat je dat spel dan bijvoorbeeld afsluit. Want het kan zijn dat als die dingen op de achtergrond blijft doen, dat toch je batterij daar snel leeg van gaat. Dus sluit de apps die je niet gebruikt af via die rode bolletjes. Nou, dit waren enkele tips om je batterijverbruik beter in de gaten te houden. Heb je zelf tips? Laat ze weten hieronder onder deze videobite. Zit je met een probleem? Laat het ons ook weten. Vond je deze videobite leuk? Deel hem met al je vrienden. Like ons op Facebook en volg ons via Twitter.